Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Een bijzonder goedenavond en welkom bij FC Rijnmond op de vrijdagavond. We gaan vooruitblikken op de speelronde die voor ons ligt. En dat doen we als altijd met onze eigen Geert den Oude, Dennis van Eerstel en vandaag de gast, de algemeen directeur van Excelsior, Ferry de Haan. Welkom. Heb je vragen voor deze man, dan kan je ze stellen via de bekende kanalen RTV Rijnmond Facebook, RTV Rijnmond Sport. En dan leg ik hem hier voor. Ferry, heb jij de afgelopen, nou laten we zeggen anderhalve week, ooit zoveel stress gehad als in de voorgaande jaren bij Excelsior? Nou, het was wel heel veel in één keer, ja. Ik bedoel, de resultaten die tegenvallen en dan ook nog je hoofdtrainer die vertrekt. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee, maar je slaapt nog wel een beetje? Of, De laatste twee dagen wat beter, ja. Oh, echt waar? Je hebt wat meer rust gevonden. Wat is de reden van die rust dan? Of nou ja, er staat een trainer voor de groep. Oh, de resultaten, daar hebben we nog niks aan gedaan. Nee, wat ik zeg, resultaten hebben we niet. Nee. Wat is dat? Oké. Okay. 5 wedstrijden nog dit seizoen of 9? Wij gaan uit van 5, in de positieve zin van het woord. Denken jullie ook 5 of 9 voor Excelsior? Het lijkt op 9. 5. Jij gaat ook mee in een positieve flow. Ja. Heel goed. Ja. Ik kijk nog even naar Feyenoord. Er was vandaag persconferentie, was natuurlijk weinig schokkend nieuws. Behalve weer dat Haps weer geblesseerd is. Ja, dat blijft toch een aanhoudend verhaal van hem bij Feyenoord. Nu last van de knie deze keer. En is dus ook morgen niet inzetbaar. Viel tegen VVV uit. Ja, dat blijft een repeterend verhaal bij hem, helaas. Ja, maar het is wel veel dit jaar, toch? Ja, en ook vorig seizoen heeft hij natuurlijk al, eigenlijk sinds hij bij Feyenoord is. Want bij AZ was hij eigenlijk altijd wel fit op zijn eerste seizoen na. Nu bij Feyenoord niet. Ja, waar dat er nou in zit, is het pech. Het zijn steeds verschillende blessures. Geeft Van Bronckhorst ook aan. Ik geloof nooit echt helemaal in pech. Misschien is het ook gewoon toch zo'n stap naar het hogere niveau. Dat meer vraagt, ook fysiek. En misschien kan het lichaam. Ik denk dat het ook in zijn spel zit. Ja. Dus kijken hoe hij af en toe een duel in gaat. En wat voor risico's hij neemt. Ik zag laatst, ik weet niet of het de laatste wedstrijd was, maar de eerste wedstrijd dat hij erin kwam tegen Ajax trouwens. Ja. Toen dacht ik al, wat doe je nou je eerste keer weer? Maar de afgelopen week zie ik hem ook weer iets gaan doen en denk ik, ja, waarom moet je dat doen? Bewijsdrang denk ik dan, of niet? Misschien zit het in linksback. Ik zag Malasia ook af en toe afgelopen zondag of zaterdag dingen doen waar ik van denk, moet dat? Ja, en dat hij niet geblesseerd is geraakt, valt me dan weer mee. Maar dat zie ik bij Haps veel. We gaan zo meteen uitgebreid praten over de situatie bij Excelsior met jou, Ferry. We gaan praten over wat allemaal gebeurt bij Excelsior, bij Sparta, bij Feyenoord en bij Dordrecht. Eerst tijd voor de week die achter ons ligt. Op het trainingsveld van Feyenoord zien we al een tijdje geen Robin van Persie meer. Hij is licht geblesseerd, maar naast golfer Joost Luiten liet van Persie zien dat het met zijn handicap wel goed zit. Ja, hij loopt. Souplesse hoor. Andere oude Feyenoordhelden kwamen deze week samen bij de bekendste Italiaan van Hillegersberg. Ze waren daar omdat supportersvereniging De Feyenoorder een blad uitgaf, speciaal voor Gerard Meijer. Gerard is het gezicht van Feyenoord. 50 jaar was hij de verzorger van Feyenoord. Hij zat aan de spelers en de spelers ook aan hem. Maar dat was ook wel heel uitnodigend. Op de een of andere manier heeft hij altijd harde tepels, alsof het min 5 is. Ja, de tepels van Meijer. Die van Gerard Meijer. Als ik Gerard zie, dan moet ik er altijd eventjes aan zitten. En dan kan ik daarna mijn jas er wel aan ophangen. Ja, die goede oude tijd. Van MeToo had nog niemand gehoord. Over harde tepels gesproken, Feyenoord start met een belofteteam voor vrouwen. Als er ooit nog een echt senioren dameselftal wordt gevormd, is de spits al bekend. Vivianne Miedema, hier links naast haar idool. Ja, ik ben wel echt een fanatiek fan. Ja, als ik in Nederland ben, dan ga ik omheen. Zou je ooit voor Ajax kunnen spelen? Nee. Nee, zou ik denk ik niet kunnen. Ik denk dat mijn vader beide benen breekt. Miedema scoorde 172 goals in 190 wedstrijden tot nu toe. Excelsior? Hoe zeg je dat? Scoort iets minder. Maar in de week dat voor het eerst het zwarte gat werd gefotografeerd, is ook de oplossing voor dat andere mondiale mysterie gevonden. Met Ricardo Moniz gaat Excelsior weer scoren en winnen. Het zijn 5 finales en de eerste finale is Ajax. Ajax uit, makkie. En denk nou niet dat Moniz gespannen is. Het is de wedstrijd van je leven, maar spanning nee. Want ik heb hiervoor bij genoeg clubs die spanning wel ervaren. Ja, Nune, de Verenigde Arabische Emiraten, Feyenoord, Grasshopper, Jong PSV, Tottenham Hotspur, Hamburger SV, Red Bull Salzburg, Ferencváros, Legia Gdansk, 1860 München, Notts County, FC Eindhoven, Randers FC, Trenčín en Excelsior. Als je 1 punt per club zou krijgen, zou Excelsior zich dit seizoen nog plaatsen voor Europees voetbal.
Nou, dat is ook maar een geruststelling, toch? He? Dat, als we daarvoor kunnen tekenen, graag. Ja, neem ons eens even mee in die periode van anderhalve week voor jou als algemene technisch directeur. Dat Poldervaart na die wedstrijd tegen NAC zegt ik stop ermee. Nou ja, we hadden helaas wederom in blessuretijd de wedstrijd uit handen gegeven. Overigens verdiend, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar we stonden een beetje in de gang en Adrie liep voorbij. En die zei, ja, kan je had wel het gezicht van een oorworm toen je in de gang stond. Ik? Ja. Ja, dat klopt. Maar ja. Ik was niet de enige waarschijnlijk. Nee, ik was niet de enige. Nee. Maar goed, toen zei hij, joh, loop even mee. En Wouter ging ook mee. En toen zaten we een beetje over de wedstrijd te praten. En toen zei hij, ja, ik ga mijn ontslag indienen. En dan is het heel stil. En toen vroeg ik aan hem, wil je er niet nog een nachtje over slapen? Dat wilde hij niet. En Wouter vroeg of dit wel de oplossing was. En toen gaf hij zelf aan van, ja, maar ik kan ze niet meer raken. Ik denk dat vreemde ogen moeten dwingen. En toen was het eigenlijk... werd er niet zoveel meer gezegd, is hij opgestaan, heeft hij het ook zijn staf medegedeeld. Ja, en dat was. Maar eigenlijk... jullie hebben niet gezegd, doe het nou niet, weet je, wacht nou gewoon een dag en morgen zijn we praten. Nou, of, nee, want ik, ja, dit heb ik al een keer meegemaakt, helaas. En ik vind als iemand zelf zo'n beslissing neemt, dan is dat heel pijnlijk. En zeker voor Adrie, want dit was zijn droom en die gaat zo uiteenspatten. Maar als je hem tegenhoudt en je verliest die week daarna met 4-0, wat ga je dan zeggen tegen elkaar? Kijk, het is zijn beslissing geweest. Wij hebben hem inderdaad de vraag gesteld, joh, slaap er nog een nachtje over. Nou ja, dat deed hij niet. En verder hebben we inderdaad weinig gezegd. En ja, hij stond op en ging naar zijn assistenten toe. Had jij het gevoel dat hij het seizoen kon uitmaken en met goed gevolg kon afronden? Want je hebt natuurlijk twee kanten, hè? Het voetbal, we hebben voor de winter hebben we natuurlijk geweldig voetbal gespeeld bij Vlagen. Niet altijd goede resultaat, maar wel bij Vlagen heel goed voetbal. De periode voor de winter werd het wat minder en met name ook in resultaat, maar het voetbal was ook heel vlak. En dan na de winter zijn er echt wel wat gesprekjes geweest en was het voetbal niet al te dennen, maar we gingen wel winnen. We hadden 6 gespeeld, 10 na de winter, nou dat is denk ik prima. Dus dan heb je ook alle vertrouwen, dat werd ook gewoon uitgesproken en ja, dan wordt de resultaten wel weer wat minder. En dan ga je Heerenveen uit, speel je de eerste helft heel matig, tweede helft speel je geweldig, moeten we de 5 maken, dat gebeurt niet. Dat kan je een trainer sowieso niet verwijten, vind ik, want... Ja, en ja. Ja, kan je dat trainer niet verwijten? Kijk even naar de profvoetbal, de andere profvoetbal aan tafel. Nee, vind ik niet. Kijk, het is natuurlijk altijd voor een trainer heel vervelend als je goed speelt en je ziet dat je spelers iets oppakken en je ziet ze elke keer missen. Dat is de trainer niks aan te doen. Dan kan je zeggen, ja, ik ga trainen op afwerken, maar een spits hebt, hoef je niet zoveel extra dingen te leren. Dus het is alleen heel vervelend dat op zo'n moment dat je die punt echt hard nodig hebt, dan gaat het dubbel tellen. En dat is een beetje gebeurd. Ja. Goed, dus als Heerenveen heb je nog Groningen natuurlijk. Nou, Groningen was na het vertrek van Adrie. Ja. En ja, daartussen NAC. Nou ja, goed, daar hebben we gewoon heel slecht gevoetbald. Heel simpel. Ja. Alleen dan kan je die wedstrijd winnen. Maar je moet hem in ieder geval niet verliezen. Maar dan heb je nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Mijn vraag, hadden jullie vertrouwen? Had jij die laatste 5 wedstrijden laten zitten? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar goed, dat is wel een vraag die heel moeilijk is. Want als we de 3 daarna hadden verloren met kansloos voetbal, ja, dan weet ik het niet. Maar zo zag het er voor mij niet uit. Nee. Dan begint daarna de periode, want dan moet je gelijk die avond schakelen of niet? Nou ja, je gaat wel heel snel met elkaar zitten van ja en nu. En dat heb ik ook tegen Adrie gezegd de dag daarna. Ik zei, joh, ik oog misschien wat cool, maar wij moeten als club wel verder. En dat begreep hij ook wel. Ja, en dan komen de lijstjes binnen, je hebt zelf je namen. En daar ben je gewoon afhankelijk van wat is er beschikbaar. Nou ja, goed. En Ricardo was er één van. En daar hebben we vrijdag contact mee gezocht en die zaterdag daarna een eerste gesprek gevoerd. En wat was hetgeen dat je dacht, dit is de man die ons nu in die laatste 5 wedstrijden gaat redden? Nou goed, de geluiden waren natuurlijk ook vanuit de spelersgroep een harde hand voor wat het waard is, een harde hand. Hè. Ik vind als speler ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor hoe je je opstelt in een veld. Mm-hmm. Maar een harde hand en een beschikbaarheid en hij is natuurlijk enorm bevlogen. En ja, dan ga je een keuze maken. Ga je gelijk voor de langere termijn of ga je voor de kortere termijn? Nou, wij hebben de laatste keuze gemaakt nu. En uiteindelijk is Ricardo daarin goed naar boven gekomen voor ons. Ik hoor jou een zeggen. Nou ja, kijk, als spelers zelf al beginnen om een hardere hand, dan vind ik dat die spelers echt wel ook een beetje trainer hebben laten zitten. Weet je, die jongens hebben een aantal jongens spelen al heel lang in het elftal bij Excelsior. Hebben dat goed gedaan en nu er opeens een andere trainer voor staat, zou het opeens wel kunnen. Weet je, aan het begin van het seizoen hebben we met Adrie ook prima voetbal gezien, hebben de jongens ook punten gehaald. He, je kan altijd met een trainer aangeven. Maar dat trainer... is er iets in voetbal wat altijd wordt. Ik zag na afloop van die wedstrijd tegen NAC hoorde ik spelers van NAC tegen de media praten. Ja, ze is brood voor de groep staat. Hij heeft dingen wat anders neergezet en hij is wat duidelijker, wat harder. Nee, maar duister. Elke trainer heeft zijn eigen plus- en minpunten. En die heeft Moniz en die heeft Poldervaart en die heeft Van Bronckhorst. Zo kunnen we ze allemaal opnoemen.
Alleen op een gegeven moment, als je speler weet wat je niveau is, dan kan je niet een trainer blijven verwijten dat je op een gegeven moment een bepaald niveau niet haalt. Hè, dat je zegt van, sommige spelers hebben gewoon behoefte aan een hardere hand. Oké, maar dan kan je kan ook met een trainer daarover praten. Hè, en als een trainer dat niet zijn stijl is, oké, dat kan. Maar nog steeds vind ik dat je uit jezelf een heel behoorlijk niveau op het veld kan leggen met het die wedstrijd begint. Want dan is het invloed van een trainer is minimaal op dat moment. Maar nu zijn jullie al iets ouder, hè? En ik heb ook wel eens de indruk, maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Dennis, dat een jongere generatie voetballers het moeilijk vindt om die motivatie uit zichzelf te halen. Ja, ik weet niet of dat vanaf van generaties afhangt. Volgens mij is dat heel erg wat in iemands persoonlijkheid zit of niet. En dat binnen elke generatie heb je spelers die dat toch ook. Koeman zei dat ook toen ze bij Feyenoord terugkwamen. Van Bommel toen hij bij PSV terugkwam. Ja, maar dat is altijd op latere leeftijd wordt het dan gezegd. En dan wordt een hele jongere generatie wordt over één kam geschoren. Volgens mij zijn er ook genoeg voorbeelden nu te bedenken van spelers begin 20 die dat wel hebben. Dus dat is echt gewoon een persoonlijkheidskwestie. Ja. Iets wat je en als ik daar nog even wat over mag zeggen. Ik heb in mijn eigen trainers of eigen spelersloopbaan genoeg problemen met trainers gehad. Of waarvan ik van sommige trainers dacht, wat ben je nou aan het doen? Maar uiteindelijk wist ik van mezelf, als ik in het veld die presteerde, is mijn carrière na 5 jaar al over. Ja. Dus of ik nou wel of niet goed met die trainer gaat, ik moet het zelf doen. En die jongens moeten het ook zelf doen. Dus het wijzen naar een trainer vind ik gewoon klinklare onzin. Hebben die spelers, Ferry, vind jij tegen NAC bijvoorbeeld? Hè? Want dat was natuurlijk echt een wedstrijd waar het moest gebeuren. Ja. En hebben ze niet thuis gegeven. Nee. En heeft bij Poldervaart ook het gevoel gespeeld van, ik word in de steek gelaten ook? Ik heb niet het idee dat hij zich echt in de steek gelaten voelde. Dat idee heb ik niet. Ik denk wel, zijn eigen conclusie was ook wel van, ik kan ze niet meer prikkelen en raken. Er kan ook spanning meespelen. Dit was wel een wedstrijd die wij onder geen enkele voorwaarde mochten verliezen. Nou, het is wel gebeurd. En dan zijn ze niet in staat om zichzelf, wat Geert zegt, ben ik ook mee eens. Daarvoor zei ik, je bent zelf verantwoordelijk voor je, om je er overheen te zetten. Want het is nou ook niet zo dat NAC ineens een Barcelona-niveau heeft gehad. Een ploeg is, nee. Maar dat ik kan ze niet meer raken, dat komt ook niet van de een op de andere dag. Maar het verraste jou wel in die zin. Nee, maar het is ingegeven, vaak worden dit soort dingen natuurlijk ingegeven door resultaat. En dat zijn die hele ongrijpbare dingen. Kijk, tegen Heerenveen, dan zegt iedereen na afloop, als je 0-5 wint of 1-5 wint of 1-3 wint, is er niks aan de hand. Het gebeurt niet. Ja, maar de trainer mag je niet verwijten dat ze die ballen er niet in schieten. Dat is cliché, maar als je geen kansen creëert, moet je pas echt zorgen maken. Nou, dan hebben we het nu over de trainer. Dan gaan we naar NAC. Nou, Adrie neemt zijn ontslag. Dan gaan we naar Groningen met een interim trainer. Tweede helft spelen we wederom goed. En dan wordt eigenlijk door Groningen na afloop van de wedstrijd wordt ze, sorry voor de overwinning. Ja, je koopt er niks voor. We schieten die ballen er niet in. En dus het voetballen zit er altijd wel in. En dat zat er onder Adrie ook wel in. Dus of hij zich nou in de steek gelaten voelde, weet ik niet. Kijk, het was er niet. Daar moeten we eerlijk in zijn. Hè. Tegen NAC was het gewoon heel vlak. Thuis tegen Zwolle was het heel vlak. Het was voetbal nog best leuk. Maar de echte, om ten koste van alles een goal te maken, dat spatte er niet vanaf. Ja. En maar je hebt genoeg spitsen toch rondlopen. Ja. Ondanks die zoektocht die je van de zomer hebt gehad om een spits te halen. Maar dan... Ja, maar goed, het hangt niet alleen van de spits af. Er zijn ook meerdere die een goal kunnen maken. Maar wij krijgen wel hele grote kansen die er gewoon niet ingaan. En dat is uiteindelijk is dat niet alleen maar pech. Net zoals we altijd in de laatste minuut een goal tegen. Dat is ook niet alleen maar pech. Op een gegeven moment heeft dat ook met kwaliteit te maken. Ja. Jij begon, ik vroeg aan jou, 5 wedstrijden of 9 wedstrijden voor Excelsior. Met die 5 bedoelde je dat ze erin blijven? Of? Nee. Ik denk wel dat ze erin blijven en ik hoop dat ook vooral. En ik hoop ook vooral dat die spelers nu geen excuus meer hebben, als ze die al zouden hebben. Maar geen excuus meer hebben met een andere trainer of een hardere trainer. En dat ze gewoon, Ajax, de kans is klein dat je die wedstrijd gaat winnen bij Ajax. Maar die andere wedstrijden, als je 4, 5 of 6 punten haalt, dat je veilig bent. Ja, heb je 6 punten nodig? Er staan een aantal. Wij hebben geen makkelijk programma, maar dat heeft de concurrentie ook niet. Maar vanavond NAC Emmen. Ja. Dat is natuurlijk al zo'n wedstrijd. Nee, maar goed, daar kunnen wij niet zoveel mee. Nee. Je wil er ook niet eens naar kijken. Zo erg is het al, maar daar kunnen wij niks mee. Wij moeten het vooral zelf doen en we hebben het vooral ook zelf laten liggen. En wij hadden ook nooit in deze situatie mogen komen. Nee. Ondertussen trouwens worden aan alle kanten wordt er geroepen, jij die schouten naar Italië komt of steeds meer platforms erbuiten, Napoli en dat soort dingen. Heeft Napoli zich al gemeld? Want anders... Nee, er heeft zich niemand gemeld. Er heeft zich niemand gemeld. Nee. Dus die 4 miljoen die overal wordt gesuggereerd, die je voor hem krijgt, heb je nog niet binnen? Nee. Dat zou wel de beste transfer ooit zijn voor Excelsior. Die... Ja, hij schijnt wel vaak te zien. Hij is wel vaak bij Napoli op de meent. Misschien dat daar een beetje verwarring is, weet je? Nee, maar Jerry is... we hebben het net over generaties. Ja. Ik denk dat Jerry een positieve uitzondering is. Die laat zich niet leiden, die is bezig en die wil maar één ding. En dat is dat Excelsior ook in de Eredivisie blijft. Ja, en er was nog één wisseling natuurlijk in diezelfde periode. Wouter Gudde naar Groningen.
Daan Bovenberg, nieuwe commercieel directeur. Hoe is dat de eerste week bevallen? Heeft hij goed geholpen bij het uitzoeken van een trainer? Nou, zeker. Ik heb dat traject inderdaad gelijk met Daan zelf gedaan. En ja, Daan is gewoon een hele slimme jongen. Dat weet hij zelf. Hij is bekend met de club. En het is geen Wouter. En Wouter is geen Daan. Dus vergelijken heeft geen nut. Maar ik denk dat Daan wel heel snel zijn plek heeft gevonden al. Ja, en wat is het grote verschil? Wat merk je gelijk? Nou ja, ik denk dat Wout wat expressiever is dan Daan. Klein beetje. Een klein beetje. Dat is iets rustiger op de tribune als... Tot dit moment wel, ja. Spanning kan nog groot zijn, ja. Hè? Ja. Ze waren wel goed alle twee vroeger in het vasthouden van shirtjes. Als je tegen ze speelde. Ja? Ja, ja. Ja, shirtjes zijn redelijk getest op kwaliteit, begrijp ik. Ik heb foto's van Wouter dat hij echt zwaar aan mijn shirt hangt, ja. Serieus. We gaan zo meteen verder praten met deze man. We gaan eerst eens naar onze vaste rubriek Koken met Geus. En dat is met twee mannen die bij Excelsior werkzaam zijn. Ik ben een keer bij hem thuis geweest en toen ging hij koken en voortreffelijk. Nou, laat ik ben benieuwd. Ja, en Gentile, ik heb toch een beetje aan jou gedacht. Ja. Met gerecht. Ik heb toch een klein beetje Italiaanse touch erin verwerkt. Dat vind ik wel leuk. Een ratatouille maken met een pastaatje en een lekker stukje vlees erbij. Nou, dat vind ik wel leuk. Wees mijn trouwring al voor de hygiëne. Ja, heel goed, heel goed. Ik heb hem al gedaan. Ik heb het al gedaan. Ja. Ik keek naar jouw programma's altijd. Ja. Je had wel je bij je trouwring. Ja, kan zakje. Andere ringen mag gaan aanhouden, dat hoeft niet uit. Dan kun jij de varkenshaas doen. Die mag op de rode plank. De varkenshaas? Ja, graag vlees in je handen. Oké. Aubergine in blokjes. Ja, allemaal stukjes gewoon, ja. Okay. Ja, ja. Maar doe maar lekker het jullie gerecht, een beetje eigen variatie, joh. Niet te fijn in ieder geval. Wat ga jij doen? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel. Dat vraag ik waar ik al 47 jaar over. Ratatouille is natuurlijk een roerbakgerecht, hè. Dus dat bestaat uit verschillende groentes. En die gaan we zo meteen even aanzetten. En vervolgens gaan we die dan eigenlijk vermengen met tomaatsaus. Dus die mag best wel een beetje beetgaar blijven, dus dat heeft niet heel erg lang nodig. Hey, hoe ging je met eten hebben jullie vroeger bij de club? Geen begeleiding? Ik had altijd een bruine boter met kaas, omdat het goed was. Ja, met kaas, heel mooi, hè? Maar nu vertel eens wat dat kaas bargevet is. Ja, maar dat was toen ook al, hè? Ja? Ja. Had ik misschien een jonge kaas. Ja. Jij mag even kijken of het goed is. Ja, hoe moet ik dat zien? Dan doe je lepel erin, dan doe je even iets omhoog en dan ben je net te vissen. Zo, je pakt een visje zo en dan ga je even kijken of die goed is. Hoe gaan we dat testen, denk jij? Stop die lepel in je mond. Niet die lepel in mijn mond. Nee. Nou, dan pak ik gewoon dat dingetje. Ja? Pak ik gewoon. Ja, dat dingetje, ja. En? Al dente. Wie? Al dente. Hij gooit er even uit, hè. Al dente. Al dente. Maak me niet gek, man. Steengroot idee, ja. Ja, maar het is hartstikke lekker, want dan krijg je weer een andere smaak aan het vlees, hè? Hey, en jij bent video-analyst, hè? Een leek zit te kijken, hè, naar de uitzending. Ik denk, video-analyst zit de hele dag achter een schermpje te kijken wat nou niet goed gaat, wat beter moet. Hoe werkt dat? Is het zo? Ik zit wel heel vaak achter een schermpje te kijken. En, Hij zei andere filmpjes. Nee. Je kijkt wel de juiste films, toch? Nee. Het is vooral het werk voor de komende tegenstander. Daar gaat het meeste werk in zitten. En dat vind je leuk? Ja, vind ik wel leuk. Ga je wel voldoening uit? Ja, dat ga je wel voldoening uit, ja. Oké. Okay. En als je wint, dan heb je het gewoon goed gedaan. Verlies je, heb je het gewoon niet goed geluisterd. Ja, maar ze verliezen regelmatig. Dan luisteren ze niet goed genoeg. Nee, of jij kijkt niet goed. Ja, mooi. Dit gerecht mag best wel een beetje rommelig gepresenteerd worden. Zo'n torretje bouw je daar eigenlijk op, zo. Zo, mannen. Hey, hoppakee. Hey, vond je het leuk, jongens? Ik vond het heel leuk. Ik mooi. Vind het heel knap. Ik vond het gezellig. Hoe je dat voor elkaar. Ja, met z'n drieën hebben we gedaan. Ja, dus, moet je kijken. Ik zou zeggen, tas toe. We gaan eten. Ronald Graafland en Marco Gentile, oftewel. Een stuk korter dan vorige week, hè? Knabbel en Bobby, daar heb jij het gedoe namelijk. Ja. Want dan krijg jij zometeen. Zijn ze weer boos. Vinden ze niet leuk, toch? Dat je dit zegt. Maakt niet uit. Nee? Ik heb het zo mooi gevonden als Graafland. Natuurlijk een snackbar vanuit de familie. Als je dan bij Rob was, wat gaan we maken? Ratatouille met een lekker. Gewoon even lekker frikandelletje en kroketje. Dan waren we snel klaar. Gentile heeft nog nooit gekookt, hè? Die wist niet hoe hij de spaghetti of de fusilli moest proeven. Nee. Nou, ik heb een Graafland zien snijden. Hakken. Houthakken. Houthakken met Gentile Graafland. Nou, precies. Klopt precies. Precies. Maar goed, hoe belangrijk zijn ze eigenlijk voor dit soort, voor de club?
Voor, ja, sowieso belangrijk. Ook ik denk dat ze enorm gedreven zijn op hun eigen vakgebied. Maar zij zorgen ook absoluut voor de vrolijke noot. Ja. En dat is niet onbelangrijk. Kijk, als vraag binnen net van Ben Moerkerker. Wat doet het met de begroting als Excelsior onverhoopt toch zou degraderen? En zijn er dan spelers die in contact hebben staan dat ze weg mogen? Nou ja, wij zullen wel flink naar beneden gaan. Ja. Wij zitten nu op 7,5 miljoen en dat zal ergens rond de 4 eindigen. Dat is wel een flinke. Dat is wel een flinke. Maar dat zit dan vooral in spelers? Dat zit dan vooral in de spelers. Want op kantoor kan je weinig meer bezuinigen als ik zo om kijk. Ja, nee, maar dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Nee. En de organisatie is nu zo ingericht dat we in ieder geval eredivisieproef willen zijn en vooral willen blijven, ook naar de toekomst toe. Dus als je eruit gaat, is het de helft ongeveer van je begroting? Het zal iets meer dan de helft worden, ja. Ja. Gaan we naar Feyenoord, jongens. Feyenoord Heracles. Het is rustig bij Feyenoord, hè? Heel erg rustig. De grootste vraag was, gaat Van Persie weer terugkeren? Nou, zit in ieder geval weer bij de selectie. En kan hij dan samenspelen met Jurgensen? Nou, Van Bronckhorst vindt wel. Dus dat is misschien een serieuze optie voor morgenavond in het vasthouden van plek 3. Als zijn er nummer 9 en nummer 10. Ja. Dat heeft hij uitgesproken. Ja. Rendel Versteeg vraagt ook, denken jullie dat de druk bij de spelersgroep anders is als Van Persie meedoet? De laatste twee wedstrijden lijkt het alsof er Feyenoord met veel meer plezier en vrijer speelt, Dennis Geert. Dat is het klein steekje onder water van Van Persie dan. Maar dat is gewoon een vraag, zeg maar. Nou, kijk, weet je, ja, hoe gek het ook een beetje klinkt, maar de druk is bij Feyenoord sowieso een beetje af, denk ik. Ondanks dat ze wel derde moeten worden, maar Feyenoord is eigenlijk al een beetje afgeschreven. Dat kan eigenlijk niet slechter. Dus dan voetbal je makkelijker of zo? Nou ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Ik heb niet idee. Juist het gevoel dat de druk er weer een beetje op was gekomen, want ze stonden op een gegeven moment 10 punten voor op AZ. Ja. Dat hebben ze helemaal weggegeven. En nu wel weer teruggepakt. Maar op een gegeven moment waren ze het echt kwijt. En dat kan ook zo'n moment zijn, denk ik, in zo'n groep dat je zo zegt van ja, maar we moeten nog wel echt even serieus aan de bak. Dat er nu is gekomen. Dat het niet de afscheidstournee van Van Persie en Van Bronckhorst wordt. Ik denk wel dat er echt wel een druk moet zijn om derde te worden. Ik vind het enige wat het is, is dat Feyenoord misschien de laatste twee wedstrijden tegen Heerenveen en VVV heeft gespeeld die gewoon onthutsend zwak waren. Misschien dat het verbloemt. En Heracles, dat is een ploeg dit jaar waar je alle kanten mee op kan. En misschien dat de wedstrijd tegen AZ inderdaad nog gaat blijken waar Feyenoord staat. Ja. Eén ding valt me wel op, jongens. Dat denk ik, we hebben het over hoe rustig het is. Het is nog te rustig als het gaat om de positie van technisch directeur. En als die één op één jullie vertrekt en de ander moet nog ingewerkt worden. En je wil ook dat de technisch directeur die komt een stempel drukt op de selectie. Moet je er toch nu al snel eentje hebben, toch? Of niet? Had gisteren al gemoeten. Eigenlijk moet er nu al werk verricht worden ook om die selectie te versterken voor volgend seizoen. Kijken wat er mogelijk is. Dus ik denk ook in de Kuip dat ze liever gisteren dan morgen een nieuwe TD hadden. Maar misschien zit de nieuwe technisch directeur druk in een degradatiestrijd en heeft hij geen tijd om terug te bellen. Want hij was met trainers aan bellen. Ja. Of nee, niet? Nee, dat is niet aan de orde. Was vereerd dat Kees Jansma mijn naam genoemd heeft, maar ik heb maar een paar keer gezegd. Zolang die niet vanuit Feyenoord genoemd wordt, hoef ik me ook niet druk om te maken. En het is ook niet gepast in deze fase om daarover te praten. Maar zou je het überhaupt willen als ze nu zouden bellen? Nou ja, ik bedoel, als je voor zo'n functie gevraagd wordt, dan moet je er meer dan serieus over nadenken. En of het juiste moment is voor mij persoonlijk, dat weet ik niet. Maar het is niet aan de orde en ik ben er ook zeker niet mee bezig. Oké, dus je bent niet gebeld, niet gevraagd? Nee. Okay. Nee. Maar wie dan? Want het moet wel. Je moet inderdaad wel snel handelen, toch, Geert? Zeker. En ik denk ook dat ze bijvoorbeeld wel met Joris Matthijssen gesproken hebben. Wel interessant verhaal pas in VI of in het AD hoe hij te werk is gegaan met de scouting van Willem II. Hoe dat opgezet heeft en met Duitsland scouten ook. Zeker, maar hij heeft natuurlijk ook in verschillende landen gespeeld. Waaronder inderdaad dus Duitsland. Ja. Dus hij heeft hier ook contacten. En ik denk ook wel dat hij, hoe hij dat ook gedaan heeft met spelers bij Willem II. Die jongen die nu ook bij uit Zweden komt. Ja. Van Dortmund, weet je. Dat is toch dankzij Matthijssen. Dus ook voor de toekomst betekent wel dat hij dat vak, dat hij in ieder geval daar een bepaalde affiniteit mee heeft. En ja, dat zou voor Feyenoord op termijn een oplossing kunnen zijn. Maar ja, misschien wil die eerst nog bij Willem II. Zou het tegen hem kunnen pleiten dat hij dan wordt gezegd uit het pulletje van Van Geel komt, omdat hij daar goed mee omgaat? En ja, maar dat kan wel zo zijn. Alleen, wij zitten hier nu met z'n vieren en wij kennen elkaar allemaal, maar we zijn allemaal anders. Ja. Dus ja. Je moet ook naar kwaliteit kijken, toch? Precies. Ik vind dat niet zo relevant. Als hij goed genoeg is hij goed genoeg. Ja, dan maakt het niet uit hoe je contacten lopen. Nee. Nee, het is wel iemand die meer naar het buitenland kijkt. Dat is wel een verschil. Ik dat mag hopen. Ja. Nou ja, gezien de spelers die hij haalt, zeg maar. Ja. In ieder geval een bredere blik op het buitenland. Goed, we gaan zo meteen verder praten. Eerst is het tijd voor de vlog van Helene. Geweldige plek dit. Tussen een deel van de wijze mannen. Andere wijze mannen blijven mooi op afstand. Die kijken een beetje kritisch of dat het hier allemaal goed gaat. Jullie
hier voelen je niet echt welkom? Nee, zeker niet. Want wat is het verschil tussen hier en onze oude vertrouwde Varkenoord? Nou ja, dat was een stuk gezelliger sowieso. En daar had je het gevoel dat je wel welkom was, maar hier niet. Ze hebben veel liever dat je niet komt. En je mag zeker geen kritiek leveren. Zijn er nog wel een paar positieve dingen te vertellen over dit terrein? Nou. Hij draait zijn hoofd al weg, van ga mij niks vragen. Het terrein is mooi. Maar ja, de rest moet maar afwachten. Het is elke keer hetzelfde wat je ziet. Een rondeukje dit, een rondeukje dat. Maar dat bewaart hij voor die besloten training natuurlijk. Ja, uiteraard ja. Die tactiek. Zoals afgelopen zondag. Dan ga je besloten trainen. 5 mannen en een paardenkop en dan moet je besloten trainen. Waar gaat het allemaal over? Maar goed, je ziet hier in heel die vereniging, er is geen discipline, geen leiding, helemaal niks. Nou, en toch, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik jullie weer hier aantref. Dat we in ieder geval iets hebben om ons aan vast te houden. Training of geen training, deze mannen zijn er gewoon. Of het nou lekker weer is of koud, maakt niet uit voor ons. Het is gewoon jiske vet dit, jongens. Dit moet ja, ook... maar het is duidelijk. Kijk, we lachen erom. Maar kijk, die mensen staan wel elke dag langs dat veld. Ja, en ik het vind feit, dat fantastisch. En het feit dat die ene... Maar niet elke dag, want het is nee, besloten. Okay. Nee, maar het feit dat die ene man zegt, joh, er is hier helemaal geen leiding en hoe wat, dat grijpt hij niet uit de lucht, want dat wil niet zeggen om maar af te zeiken. Dat is een beetje bij PSV-basters, die zitten dan binnen nog koffie te drinken, die mogen daar nog een kop koffie drinken, maar bij Feyenoord mag dat niet. Mm-hmm. Het is toch de club van het volk, dus ja. Ik vind dat Feyenoord hier wel wat mee moet doen. Moet je daar wat mee doen? Nou ja, als je zelf uitspreekt dat je een club van het volk bent, dan moet je er in ieder geval naar kijken en luisteren. Ja. Ik krijg zelfs nog een vraag binnen hier van Alves de Wit. John Metgold, een goede technisch directeur voor Feyenoord. Is nu bij Forest. Met Bert van Marwijk mee? Ja, die gaat naar de woestijn. Ja. Dus die heeft daar een goede aanbieding. Dus. Maar hij heeft genoeg meegemaakt, dus zou kunnen. Internationaal. Hey, jongens, Sparta, 7 punten achter op Twente. Dus dat gat, zeker na afgelopen weekend, lijkt te groot om nog te overbruggen. Dus zegt Fraser, Dennis, ik ga mijn opstelling pas bepalen op het moment dat Twente heeft gespeeld. Want ze spelen natuurlijk ze spelen zondag. Ja, Twente speelt vanavond al. Of als mensen op zaterdag kijken, gisteravond. Uitslag kan je terugvinden op Teletext. Exact. Ja. En Sparta, ja. Sparta op zondag. Kijk, mocht Twente nou opeens weer verliezen, ze hebben al van RKC, van Dordt verloren, als dat weer gebeurt, ja, dan kun je dat gat opeens tot 4 verkleinen. En dan gaat die spelers die wat lichte pijntjes hebben, wat twijfelgevallen zijn, gaat hij toch opstellen. Want dan kan het opeens toch nog echt spannend worden. Ja, als Twente nou heeft gewonnen, dan gaat hij geen risico nemen met oog op die play-offs. Dat spelers dan niet inzetbaar zijn. Nou, kijk jij wel met een schuin oog naar die stand? Op de positie waar wij staan moet je ogen daar niet voor sluiten. Ja, dan zou de grote finale van de play-offs, als het zo blijft... Krijgen we weer een Sparta Excelsior. Ja. Dat moeten we niet willen, denk ik. Nee? Nee. Ja, ik weet nog wanneer het was. Ja, ik ook. 2010. Nee. Zijn er meer geweest. In de Verenigde Staten zat ik. Ja. Maar dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Zoals het nu is, zou dat een optie zijn. Dus ja, ik denk dat aan ons de belangrijkste taak is om te zorgen dat het niet zo wordt. Dat je in ieder geval 16e wordt, wou je zeggen. Dan, als je play-offs moet gaan spelen. Of we er even uitblijven natuurlijk. Voor de rest, bij Sparta ook gewoon inderdaad voorbereiding op die play-offs eigenlijk, toch? De hele tijd. Dat is eigenlijk wel. Kijk, als ze in de Bos hadden gewonnen, was het 5 punten geweest. Dan had je het echt nog spannend kunnen maken om die titel opeens nog. Nu is dat niet het geval. En Fraser is toe aan het werken. Nou ja, welke spelers kunnen straks pieken bij die 4 finales die Sparta daarin moet spelen? FC Dordrecht verlengd met Breedijk. Ja, nee, prima verdediger. Sowieso begint het wat meer vorm te krijgen. Deze week ook bekend geworden dat Ten Hove, de Feyenoord-keeper, dat die naar de Kromme Dijk gaat. Dus langzaamaan komt er ook al richting volgend seizoen wat vorm in. Lijkt me een goede zaak. Dordrecht heeft natuurlijk heel veel jaren gehad dat het heel lang afwachten was wie daar dan spelen. Dus prima. En is Zwart een geschikte spits voor de Eredivisie of niet? Ik denk wel dat hij kwaliteiten heeft die zouden passen in de Eredivisie, ja. Maar is het interessant genoeg voor Excelsior volgend jaar? Want hij is transfervrij. Feyenoord hoeft hem niet terug. Nee, hij heeft bij ons gezeten en toen wilden wij hem een contract aanbieden en toen ging hij naar Feyenoord. Het was die 11 of zo, toch? Nee, dat is 3 jaar geleden. Oké. Okay. Maar dus, nu? Nee, goed. Ik denk wel dat hij kwaliteiten heeft die wij op dit moment niet hebben. Dus wat dat betreft maakt het interessant. Ja, maar ben je de enige of zijn er meer clubs achter hem aan? Geen idee. Oh, je hebt niet geïnformeerd? Niet of de andere club zijn. Nee. Goed, we gaan, we gaan afronden, jongens. Dat is alvast de duidelijkheid, zeg maar, deze. Die hebben we alvast op het rijtje staan. Dit weekend, al het voetbal natuurlijk te volgen op de radio. Te beginnen morgenavond met Feyenoord, Heracles en Excelsior. Dat speelt tegen Ajax. Belangrijk potje. Gelijk de eerste wedstrijd van Ricardo Moniz. Zondag op tv een terugblik op de korfbalfinale. Want daar speelt PKC in de Ziggo Dome. Dat is morgen, dus naast de arena. Kunnen we even tegen kijken. Fortuna, toch? Ja, tegen Fortuna. Scherp ben jij. Alle voetbalpodcast en de korfbalpodcast die we daar hebben.
meegemaakt hebben, kan je allemaal zitten, toch? Zit en dan komen we, wat wil je het niet over hebben? Nee. Ik hoor Ferry iets zeggen. Zo van, je had alles voorbereid, toch? Over de korfbalfinale. Net als jij, weet je, invallenpresentatortje. Ja, nee, wel als invallenpresentator. Maandag zit hier de vaste presentator van Nolles. En dan zit hier Rob Jacobs, onze huisanalist. Niet zeg maar de invalanalisten. En graag wat ons betreft, tot volgende week vrijdag. Fijn weekend. Nog nooit boos zien worden hier. Dat wil ik ook zo houden. Het lijkt me toch heerlijk dat je een paar helemaal voor ons geldt die laatste paar persconferenties. Ja, we hebben nog een paar persconferenties, hè? Dus ik bewaar het voor het laatst. Dat moet mooi zijn, toch? Om zo weg te gaan. En heb je ook namen voor mij? Nou, die voor jou staat er zeker op. Ja. Nog een paar keer komen al. Die staan iets te onder. Dankjewel. Andere zijkers. Ja, cool. Maar jij staat er ook op. Jij bent een goede tweede. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.